Geweldigespellen.nl presenteert Derde Spree. En vandaag hebben we een speciaal gast erbij. Laura. En we hebben vandaag een pakketje binnengekregen. Volgens mij is het een heel lang verwacht pakketje. Ja, ik verheug me er al heel lang op. Ik ga het openmaken. Helemaal verpakt in bubbeltjes plastic. Even kijken of ik het kan openschuiven. Volgens mij is dit geen monsters onder mijn bed. Dat weet ik wel zeker. Goed, we gaan dit even openmaken. Goed, het grootste gedeelte is er vanaf. Miranda, hou jij hem er helemaal uit? Laura, even de bubbeltjes plastic weg. Dit is de deluxe doos van Geen Monsters Onder Mijn Bed. Dit zijn echte monsterdobbelstenen. Kaartjes. Dit zijn kaarten. Dit zijn uitnodigingen om met spel te komen spelen. Ik heb hier het avonturenboek 1. Het avonturenboek 2. En het regelboek. En het regelboek. Het is een best zwaar boek. En hier hebben we natuurlijk de poster. We hebben er twee van, zie je. Die gaan we zo even uitvouwen. We gaan eerst even verder kijken wat er nog meer in zit. Dit zijn de kaarten waar je de personages op kan registreren. Dat zijn er een aantal. En als het goed is, ja. In de deluxe doos zitten ook een aantal gelamineerde. Deze is gelamineerd. Ja. Jij ook. Nog een paar uit. Kan je met een watervaste stift kan je het. Kan je alles opschrijven en aankruisen. Volgens mij is dit alles wat erin zit. En dan kan je het ook vaak gebruiken. Even de doos kijken. Het is van 3 tot en met 5 jaar. Nee, het is vanaf 5 jaar. Vanaf 5 jaar, van 5 tot altijd. Spelen is 3 tot 5. En dat duurt ongeveer 30 minuten. En Laura is 5, dus Laura mag meedoen. Ja, Laura is dit jaar 5 geworden. Dus daar heeft ze geluk mee. Laten we eventjes een poster uitvangen. Dit is het land van Geen Monsters Onder Mijn Bed. Het land heet Storia. Bevat 4 gebieden. Namelijk in de kleerkast. Het donker. Door het raam. Door het raam. Achter de boekenkast. Achter de boekenkast. En. Onder mijn bed. Onder mijn bed. Dit is het engste gedeelte van Storia. Op de achterkant staat ook nog een heel mooi plaatje. Geen Monsters Onder Mijn Bed is een RPG. Ofwel een rollenspel voor kinderen. Ja. Dat betekent dat de kinderen een personage maken. Bijvoorbeeld een geweldige prinses of een elfje. Of een vliegend elfje, of noem maar op. Ze hebben daar ook een vriendje bij. En nagelang wat ze zijn, krijgen ze een aantal punten voor sterkte, voor snelheid, voor slimheid en voor geweldigheid. Die punten kunnen ze weer terugkrijgen met pretpunten. Als ze een pretpunt inleveren, dan gaan deze allemaal weer netjes waarop ze stonden. Ik heb even avontuurboek 1 opengeslagen. Ja, die begint waarschijnlijk met een avontuur voor
Begin eens. Ik vind het eerste avontuur. Ik heb in de PDF-versies hiervan al een beetje doorgekeken. Ook het regelboek. Hier hebben we Storia weer. Het regelboek van Geen Monsters Onder Mijn Bed. Het is prachtig geïllustreerd. Heel netjes in kleur. Het begin, het einde. Dit ziet er geweldig uit. Het is nogal een dik boek, maar het is voor de verteller, de leider van het spel, zeg maar. Voornamelijk om een beetje je fantasie te gebruiken en losvast de regels te hanteren. Miranda, maak jij de monsterdolsteen even op? Nou, ik denk dat het lastig gaat worden. Zet je plakbandje op, pap. Plakbandje is inmiddels vanaf. Ja. De monsterdolsteen. Dit kan je natuurlijk ook met normale dobbelstenen doen, maar met monsterdobbelstenen is het wel zo leuk. Ja, we hebben de kleur netjes en zag geel en oranje. Nummers 1, 2, 3, 4, 5 en dit moet de 6 zijn. Dat logo van Geen Monsters Onder Mijn Bed. Daarom zijn het monsterdobbelstenen, toch? Mm-hmm. Dus we hebben de kleur geel, oranje, blauw, rood. Nee, roze. Groen. Mm-hmm. Ik denk dat we dit binnenkort eens even gaan spelen. Want ik heb een roze zijn. Ja, misschien op film, maar dat weten we nog niet zeker. Als je roze misschien bent, dat we ergens een avontuur ertussenuit pikken voor op film. Ben je een prinses? Ja. Als jullie er wat meer ervaring mee hebben, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, papa. Ja? Ik denk dat wij buiten het filmen dit spel eventjes gaan spelen. En even kijken hoe we moeten spelen voordat we het op film gaan zetten. We gaan dus eerst karakters maken. Ja, we gaan eerst karakters maken en daarna gaan we spelen. En dan gaan we meerdere keer spelen voor dat we het beter doen op film voor jullie. Lijkt me een goed idee. Doe een duimpje omhoog. Zet onder in de reacties wat voor spellen we nog meer moeten doen. Abonneer even op het kanaal. Druk even op het belletje naast de abonneerknop. Dan krijg je altijd een notificatie wanneer we een nieuwe video uploaden. En doei! Tot ziens! Bye bye!